Welkom bij de premium review van Wolong Fallen Dynasty. Dynasty. Allebei kan, zei Skate. Skate is een taalpurist, dus dan mag het. Een pittige, uitdagende, Souls-like-achtige game. Nou, dan weet je, er kunnen er maar twee mensen bij zitten. En dat zijn natuurlijk Skate en Steven. Jullie hebben het hele weekend, volgens mij ook nog een paar dagen ervoor, want deze game was mooi op tijd. Hebben jullie helemaal wezenloos gehakt, gebeukt, geslagen, geparried. En ik ben ontzettend benieuwd wat, ja, hoe jullie het ervaren hebben. Want dit is zo'n game. Het is misschien niet... Het is geen Harry Potter, geen Starfield in hype. Een soort van naam, van mainstream naam. Maar het zou zomaar eens een GOTY kunnen zijn. Ja, voor de alsmaar groeiende Souls-like liefhebbende community, zeg maar. Is dit absoluut wel een titel die al een hele tijd op de radar staat. Men weet natuurlijk Team Ninja, Ninja Gaiden en de recentere Nioh 1 en 2... En daar hebben ze echt een ontzettende stempel mee gedrukt. Ze hebben gewoon een franchise gecreëerd die zich kan meten met het beste van From Software. Met Nioh. Met Nioh, inderdaad. Ja. Ja. En dus is Ben maar al te nieuwsgierig naar, oké, Wolong, gaat dat diezelfde standaard weten vast te houden of weten te creëren? Ja. Waarbij ik het wel meteen belangrijk vind om duidelijk te maken dat ze wel echt... Ik vind het aan de ene kant bijna oneerbiedig om het alleen maar Souls-like te noemen, wat Team Ninja doet. Want het is heel erg hun eigen formule. Ja. Ze doen dit al sinds Ninja Gaiden. Mm-hmm. Wat natuurlijk, ik bedoel, daar hebben we toen... En dan heb ik het niet over de oude arcade Ninja Gaiden, maar toen gewoon de allereerste remake Ninja Gaiden op de Xbox kwam, hebben we het er in GameKings uitgebreid over gehad. Jij hebt jezelf er toen nog aan gewacht. Ja. Dat was echt zo'n geniale game. En Nioh die had natuurlijk dat principe van je verzamelt een resource, daarmee level je. Als je doodgaat in een level, dan ben je die kwijt, dan ligt die daar. Als je hem niet weet te pakken in die eerstvolgende speelronde, Footsie, dan ben je dat kwijt. Dat is Souls-like. Mm-hmm. Maar verder is de gameplay en alles wat ze aan stijl hebben, ja, dat is niet Souls-like. Dat is volledig Team Ninja. Ja. Mm-hmm. Dus het mag wel echt gewoon op zichzelf staan qua originaliteit. Het is niet dat ze Dark Souls hebben gezien en dachten, nee, van, laten we ook iets in die hoek gaan doen. Is het meer Ninja Gaiden dan Nioh? Ja en nee. Ja, omdat Nioh best wel afgebakende levels had qua structuur. Nee, in de zin van, ik volg Wolong natuurlijk al een tijd. Hij stond in mijn top 3 van games voor dit jaar. Zeker. En er was twee maanden geleden denk ik een previewronde. Dus op YouTube zag je veel speelsessies verschijnen. Alles gekeken uiteraard. En toen had ik een ander idee bij de game dan toen ik nu uiteindelijk zelf begon te spelen. En de essentie is wel heel erg Nioh. Mm-hmm. Het is gewoon twee wapens. Veel van de wapenarchetypen zijn hetzelfde als uit Nioh. De katana, de dual katana, noem maar op. Dus er zit best wel wat overlap bij. De itemization. Het is echt een Diablo-achtige loot game. Zoveel random loot. En dat is echt de essentie van Nioh overgenomen. Mm-hmm. Wat ik volledig begrijp. Want je kan niet iedere keer alles van de grond af opbouwen. Hebben we het vaker over gehad in game recensies. Dus dat ze een heleboel basis gameplay overnemen van Nioh 1 en 2, snap ik. Maar dat doen ze absoluut. Dus de gameplay lijkt heel erg op Nioh. Mm-hmm. Maar de opzet gewoon hoe je door de levels gaat, dat is wat meer Dark Souls geworden. En volgens mij ook een beetje de grafische stijl. Is... Nou, ik had wel echt meteen vanaf de eerste minuut zoiets van, dit is echt een Team Ninja game. Absoluut. Hoe Team Ninja heeft een bepaald gevoel bij hoe de camera draait. Mm-hmm. Sowieso de game feel. Dus als je hier bij dit soort dingetjes, dat net zoals die shrines uit Nioh, de geluidseffecten, hoe de camera even inzoomt en uitzoomt, noem het allemaal maar op. Het is echt een Team Ninja game. Oké. Skate, leg gewoon even. Want er zijn ongetwijfeld mensen zijn die dit nog niet vol op het radar hebben staan. Shame on you. Wat is... Ja, nou ja, waar gaat deze game over?
Dat is een hele lastige vraag. Ja, nee, ja. Wat ik wel... Ik kan de Wikipedia-pagina gaan vullen. Om je een inleiding te geven. Het is dus een Chinese setting in plaats van een Japanse setting. Ja. Dat is een belangrijk verschil. Er zit ook Chinese audiotrack bij. En waar ik normaal bijvoorbeeld... Die heb ik ook aanstaan. Ik ook, want dat hoort bij deze setting. Ja. Niet Engels of Japans te horen praten. De derde optie, Mandarijn. Dat is degene die ik gebruik. Maar het is als je van de Chinese Wu-Pei films houdt. Dat is dit verhaal, deze setting. Ja, verplichte kost. En het speelt zich af, wat zal het zijn, 180, 190 na Christus. Als ik me niet vergis. Ik ga het voor je nazoeken. Ten tijde van de Three Kingdoms, die era, zo'n beetje. Waarbij de Yellow Turban, hoe heet het, die Yellow Clan proberen de boel over te nemen in China, zeg maar. Maar dat gaat dan ook weer gepaard met, ik bedoel, hier waar bijvoorbeeld bij Nioh heel veel Japanse mythologie geïntroduceerd werd. Hè, heb je hier weer te maken met de Chinese mythologie. En je ziet dan allerlei fantastische characters langskomen. De welbekende draken natuurlijk, maar ook tijgers. Tijgers zijn ook echt zo, die zie je vaak in Chinese mythologie terugkomen. Ja. Van die waternimfachtige creatures. Het komt allemaal langs. En hier is het zo dat de veldheren, de welbekende de Liu Bei en de Lu Bu en Cao Cao, noem ze allemaal maar op. Je kent ze wel. Als je vroeger bijvoorbeeld Dynasty Warriors gespeeld hebt, of dan zullen die namen je bekend voorkomen. Het zijn echt bestaande mensen geweest. Maar nu is het zo dat ze in hun zucht naar macht ook gebruik maken van een zeker elixir. En elixir, dat zorgt ervoor dat je bijzondere krachten krijgt, waarmee je op een gegeven moment het land wellicht naar je eigen hand kunt zetten. Dat is het eigenlijk in een notendop. En vrienden worden elkaars vijanden door die zucht naar macht. En er is dan ook nog een stille kracht op de achtergrond gaande. Een Taoïst die de boel er flink aan het opfokken is. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal in een notendop. Speel je deze game voor het verhaal? Nee. Het is goed dat het op de achtergrond meespeelt. Het zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft om te spelen, maar uiteindelijk als het goed is, word je gemotiveerd om te blijven spelen door de uitdaging. En dat is wat deze game uiteraard weer in overvloed biedt. Ik vind het altijd wel lastig, want Bloodborne wordt bijvoorbeeld ook geroemd om zijn verhaal, maar ik vind doordat het zo pittig is en je constant gefocust bent op die actie, vind ik het altijd lastig om dat verhaal echt mee te krijgen. Heb je het gevoel dat je ook daadwerkelijk meegesleept wordt door het verhaal? Ja, er zijn genoeg cutscenes die rustig gewoon de boel, weet je, de actie aan elkaar binden, stukjes vertelling, weet je wel, dialogen tussen de verschillende characters. Dus er is genoeg verhaalvertelling en het blijft absoluut goed te volgen. Ja, dus het gaat ook niet zo vaag als bij de Dark Souls games. Er zit gewoon veel dialoog in. Het is gewoon veel traditioneler in verhaalvoering. In principe is het natuurlijk ook een adaptatie van een bestaand verhaal. Waarbij From Software alle kanten op kan waaien, omdat ze zoiets hebben van we hebben de vrijheid, is hier natuurlijk wel, ze volgen wel een beetje de mythologie en de Three Kingdoms tijdperk. Ja, maar ze laten het ook niet zo in het midden. Kijk, Dark Souls en Bloodborne en al die games die doen less is more qua het verhaal vertellen en zetten sfeer neer en insinueren. En dit is gewoon rechttoe een verhaal wat je volgt. Ja. Maar inderdaad, weet je, het is ondergeschikt aan character progression, loot hoarding en gewoon uitdagende actie. Ja. En dat is wel echt gewoon de basis. Want wat vond jij qua difficulty? Hoe vond jij hem? In ieder geval minder diepgaand dan bijvoorbeeld Nioh. Kijk, bij Nioh moest je bijvoorbeeld ook rekening houden met Ki en die zwarte poelen en dergelijke, waar je dan ook nog eens extra op tijd uit moest springen en dergelijke om je stamina niet te verliezen, dat soort shit. Hier heb je in principe gewoon daar niet zo heel veel last van. Je hebt geen stamina in die zin? Nou ja, we hebben het Sekiro-systeem, zeg maar, met dat blokken. Ja. Je kunt een x-aantal keren blokken. Er zit onder die groene balk die je in het midden ziet, zie je iets oranje. Weet je wel, dat. Op het moment dat die oranje balk helemaal vol is, kun jij speciale attacks van een vijand niet meer blokken, bijvoorbeeld. Nu ben ik aan het aanvallen. Nu loopt die oranje balk weer terug. En als het goed is,
Nou, nu dus niet. Maar op een gegeven moment loopt die balk rechts door en die wordt dan blauw. Op het moment dat jij de blauwe balk helemaal gevuld hebt, kun jij zelf weer een soort van extra spirit move. Of hoe heet die ook alweer? Het is een speciale move die je in ieder geval kunt doen, die ervoor zorgt dat de moraal, als het ware, van jouw tegenstander wat terugloopt. Ja, wat je boven die groene balk ziet staan, dat is je moraal. Dus dat is level 22 nu, want dan krijg je een goede tik. Maar dat speelt ook mee. Dat is allemaal mechanics, dat wordt je wel duidelijk. Maar er zit best wel veel in. Want je hebt twee wapens waar je tussen schakelt. Maar je ziet aan de rechterkant, je ziet ook, en dat zijn quick selects. De onderste zijn vier magic types. Dat zijn ook hele skill trees die je unlockt. Daarboven, dat zijn weapon specials. Dus je hebt ieder wapen die dropt met random een special skill erop. Of meer dan één. En die kan je ook nog eens uitvoeren. Dus weet je, dit zijn allemaal van die dingen. Als je de game niet speelt, dan registreer je dat toch niet. Nee. Maar om aan te geven, je hebt best wel veel gameplay mechanics en best wel veel diepgang. Maar wat ik wel opvallend vond, is dat want je hebt los van je blok, die je zelden gebruikt, heb je die dodge. Ja. Maar die dodge is ook je parry. Ja. En daardoor is het wat, vind ik, vergevender. Mm-hmm. Omdat je best wel vaak dodged. En dodge je redelijk aan de late kant, dan wordt het eigenlijk vaak automatisch een parry. Ja, en dus die hebben ze ook nog een beetje getweaked sinds de beta die een tijd geleden speelbaar was. De window of opportunity is iets breder geworden, iets groter geworden van mijn gevoel. Ja, behalve bij die speciale attacks. Dan wordt die met rood aangegeven worden inderdaad, ja. Dan moet je nog net even wat strakker timen, maar ook die kun je deflecten. Maar het is wat dat betreft, want kijk, Dark Souls heeft natuurlijk een hele andere flow en een heel ander tempo van combat dan bijvoorbeeld een Nioh en Ninja Gaiden. Team Ninja is veel sneller. Ja, dit neigt meer naar Sekiro, zeg maar, qua speed en gameplay. Absoluut. Ik zie ook, maar correct me if I'm wrong, dat er companions zijn of dat er in ieder geval, je was net aan het vechten, zaten nog twee man op dat paardbeest. Ja, in de campaigns heb je regelmatig te maken met story-driven elementen, zoals andere gasten die met jou meelopen. Mm-hmm. Dat is voor de story progression. Die gaan gewoon met jou mee. Niet alle levels hoor. Het meeste doe je gewoon alleen. Maar het kan zo zijn dat jij bijvoorbeeld een bepaalde baas echt veel te lastig vindt. En het duurt maar. Dan kun jij de gasten die je als het ware vrijgespeeld hebt in die voorgaande missies, dan kun je er twee van voor een Tiger Emblem of zoiets, ik weet niet meer hoe het heet, die kun jij dan aan jouw zijde laten meevechten. Is dat kan cheaten? Laat ik zo zeggen, de Puritein zal zeggen, ja, je moet zo'n gevecht in je eentje klaren, tuurlijk. Nu heb je hulp. Tuurlijk. Is dat, kun je ook even heel gechargeerd gewoon zeggen van, oké, dan doe ik even niks en dan klaren mijn twee of de companions wel even het klusje? Klaren niet. Nee, zeker niet. Het maakt het absoluut een stuk makkelijker, want soms heb je even niet de aggro van een boss fight. En dat kan het verschil tussen leven en dood zijn, letterlijk. Ja. En je kunt eventueel ook, ik bedoel, dit is dan AI bijvoorbeeld, wat je net zag. Maar je kunt ook bijvoorbeeld samen met twee andere spelers spelen. Je kunt co-oppen, je kunt mensen helpen die hulp nodig hebben. Je kunt ook invaden. Het invade-systeem, wat je ook kent van Dark Souls bijvoorbeeld. En Nioh, volgens mij ook. Dat is ook weer aanwezig. Dus los van het singleplayer gedeelte valt er qua co-op en online ook weer genoeg te doen. Is hij dan vergevelijker? Ik bedoel, mensen vragen altijd van, ja, maar waar zit hij dan binnen dat spectrum? Ja, volgens mij wordt het ook wel gescaled. Hè? Op het moment dat jij met andere mensen samen gaat spelen of met AI-spelers gaat meedoen, dan zal de balk van de tegenstander minder snel leeglopen. Dus het is wel in balans allemaal. Het wordt er niet per definitie makkelijk. Geen instelbare moeilijkheidsgraad. Nee. Daar moet je het gewoon mee doen. En als je het vergelijkt met andere games en je gaat zeggen van, is het moeilijker of makkelijker dan Nioh, Dark Souls, dadada. Weet je, het zijn marginale verschillen. Het is echt zo'n game. Dus gewoon voor een buitenstaander, als je Nioh en Dark Souls en Bloodborne en Elden Ring niet speelt, omdat je niet van dat soort moeilijke games houdt, dan is dit er ook niet één voor jou, want het is zo'n game. Ja. En weet je, dan kan je wel zeggen, het is misschien wat makkelijker op dit gebied, wat moeilijker op dat gebied. Wat ik zeg, de eerste boss is weer gewoon zo'n goede check.
Weet je, dat is gewoon, daar moet je gewoon eventjes je best voor gaan doen. Ja. En dat is gewoon de gatekeeper weer. Net zoals dat bij heel veel van dit soort games is. Weet je, dat Elden Ring had dat bij die eerste boss. Daar word je gewoon even op je plek gezet. Dan in het begin merk je al als je gaat spelen van bij gewone vijanden van, oh, weet je, als ik word geraakt en ik ga maar button bashen, hopen dat ik een opening krijg, dat werkt niet bij dit soort games. Want vijanden die stunlocken je bent dood. Mm-hmm. Dus weet je, gewoon maar op de knop blijven drukken en dan kom je er wel doorheen. Werkt al niet. Maar weet je, daar word je dan wat handiger in. Maar zo'n eerste boss fight is altijd gewoon, ja, daar merk je van, oké, okay, ik moet even gaan oefenen. En mm-hmm. dat is hier ook. En als dat niet je ding is, ja, dan is dit ook weer zo'n game die je beter kunt vermijden. Wat grappig is dat je op een gegeven moment, als je dan op een gegeven moment voorbij die eerste boss bent en je gaat de volgende missies in, dan merk je van, hey, wacht even. De bazen die volgen, praktisch elk level, zeg maar, eindigt wel met een boss fight. Dus het zijn er een hoop. Maar op een gegeven moment, daar was ik echt veel minder lang mee bezig. Dat heeft A natuurlijk te maken met de ervaring die je inmiddels hebt met dit soort games. En B, denk ik dat Team Ninja je een soort van false sense of security geeft of zo. Want oh, oké, okay, nou, dit gaat vrij aardig. Tot je op een gegeven moment weer in een gebied komt waar je keihard je ass gewoon gewoept wordt, weet je wel. En dat maakt het dan toch weer ontzettend tof. Van, het blijft zo onvoorspelbaar af en toe, weet je wel. En ja, sommige bazen zullen die wat meer liggen, andere bazen weer minder. Dat verschilt ook van persoon tot persoon natuurlijk. Ja, wat is de structuur van deze game? Want Elden Ring heeft het Souls-like genre enorme boost gegeven. Ik bedoel, 20 miljoen keer verkocht. Dat betekent heel veel nieuwe fans erbij. Open wereldstructuur waarbij je zelf kon bepalen van, oké, wat is mijn pad? Dat is dit zeker niet. Nee, want ik zie vooral heel veel arena's. En dat is ook gewoon de capture die jij gemaakt hebt met een aantal bazen erbij. Is het gewoon een stukje lopen lineair, wat kleiner vijanden? Er zijn wat zijpaden die je kunt bewandelen, maar uiteindelijk komen ze allemaal bij die baas uit, zeg maar. Het is de areas zijn nu wel iets wijzer dan je gewend bent van Nioh, denk ik. Hier daar zijn ze wat groter, inderdaad. Je bent er wat langer mee bezig. Maar nee, het is redelijk lineair, want inderdaad. Mm-hmm. Het is steeds gewoon cutscene, area met 1, 2, 3 paden die uiteindelijk gewoon weer bij de baas terechtkomen. Ja. Rinse and repeat. En Dark Souls heeft natuurlijk geen map. Weet je? Mm-hmm. Zonder dat die game een grote open wereld heeft, of gewoon die games, zoals bijvoorbeeld Elden Ring, mm-hmm. Was het wel één wereld waar gewoon je wordt neergezet en dan speel je van het begin naar het eind. Het is één grote connected wereld. Ja. En dit heeft wel gewoon maps. Dus weet je, je hebt gewoon een map waar je kan kiezen. Ik wil daar naartoe, ik wil daar naartoe. Elden Ring heeft natuurlijk wel een toon gezet. Heeft je ook natuurlijk een bepaalde appetite gegeven voor wat mogelijk is nu ook binnen dit genre. Is het dan voor jou, is het een stap terug of nee, maakt het jou niet helemaal niet uit? Zo van, het kan ook allemaal perfect naast elkaar bestaan. Niet alles hoeft van mij nu open wereld te worden. Ik vond het wel prettig, want Elden Ring heeft mij zo overweldigd in die zin van ook, ik wil niet zeggen op een negatieve manier, maar het was a bit much, zeg maar, soms. Mm-hmm. Het was misschien, nou ja, je kan niet iedere keer als je een game gaat spelen dat over je heen krijgen. Want nee, dat is gewoon, ja, dat is zo'n intense, overweldigende ervaring inderdaad. Dat hoeft niet iedere game ervaring te zijn. Nee. Ik vond het wel fijn dat ik gewoon af en toe een half uurtje tot een uurtje met één area bezig kon zijn. En niet, en gewoon wetende van, oké, okay, rechtsboven zie je dan gewoon die rode streep. Dat is gewoon de weg naar de baas, weet mm-hmm. je wel. En je ziet daar, er zijn een aantal van die save points als het ware, 5 out of 7. En, of 4 van 4. En je hebt dan ook nog die 5 van de 7 die je rechtsboven ziet. Dat zorgt er weer voor dat jouw moraal, op het moment dat je zo'n dat je een vlag plant in een van die 7 dingen, dan gaat jouw moraal weer omhoog bijvoorbeeld. Ja, kijk, het is allemaal duidelijk. Je weet wat je te doen staat. En je weet waar je het voor doet. Ja. En dat is wel eens lekker. Gewoon even weer gewoon die compacte, op combat, puur op combat gerichte. En wel een beetje exploration natuurlijk, maar vooral op combat gerichte gameplay. Hoeveel uur? Je hebt het eind gehaald? Een kleine 40 tot 50, zoiets. Maar dan, kijk, dat is de Crouching Tiger mode, de normal mode, zeg maar.
En die heb ik met veel bloed, zweet en tranen aan het einde weten uit te spelen op een gegeven moment. Maar dan begint het in principe pas echt. Ik bedoel, en Steven kan erover meepraten, want hij is helemaal die Neo-mafkees geweest. Want je hebt je armor, je weapons, dat is gewoon 1, 2, 3, 4, 5 sterren, zeg maar. Qua uniekheid en ja, de rarity. De rarity, inderdaad. Hoe hoger het getal, hoe meer je met zo'n wapen of met armor kan. Op het moment, ik speel die game uit en je hebt heel veel van die 3 sterren, 4 sterren rarity wapens en armor. Maar dan krijg je op een gegeven moment de Standing Dragon, of weet je, Standing Tiger of Standing Dragon, whatever. De New Game Plus, als het ware. En dan is de kans dat je bijvoorbeeld 5 sterren rarity wapens en armor gaat krijgen, is vele malen groter. De uitdaging is ook hoger, want het level, het aanbevolen level, dat zie je ook steeds bij elk gebied. Het aanbevolen level ligt dan een stuk hoger. Het aanbevolen level bij de eerste missie in New Game Plus is 100 bijvoorbeeld. Ik eindigde met level, ik geloof 94 in mijn eerste playthrough. Wat wel ontzettend handig is, is dat je nu naast de main missions, er is een central hub, van waaruit je alles kunt kiezen, zeg maar. Je kunt daar levelen, je kunt, weet ik veel, je kunt van alles en nog wat doen. Je kunt praten met andere characters die daar zijn in die central hub. Maar wat je dus naast de main missions kunt kiezen vanuit daar, zijn ook submissions. En dat zijn de kortere gebieden, die zaten volgens mij ook in Nioh. Ja. Die zijn gecomprimeerd en daar zitten heel veel vijanden kort op elkaar. Er zitten ook wat nieuwe vijanden, unieke vijanden tussen. Maar die kunnen jou helpen om ook gewoon lekker te levelen. Als je merkt van ik ben toch wel behoorlijk underleveled in de volgende missie. Dan ga je een paar van die submissions doen. Zodat je gewoon XP bij krijgt. En op een gegeven moment daarmee sterker voor de dag komt in de main missions. En zo kun je op een gegeven moment ook. Nou, zo ben ik uiteindelijk doorgegaan naar level 100. Waardoor ik de New Game Plus gewoon goed in kon duiken. Ja. Ik zie ook, dat is denk ik wel leuk voor Steven, de customization. Dat je ook je hele character helemaal kan kleden. Absoluut. Hij lijkt heel erg op de character customization uit Nioh 2. Okay. Zitten ook wel echt wat elementen die hetzelfde zijn. Want ik kon redelijk mijn Nioh 2 character namaken in Wulong. Tot op een veel te groot detail, wat je nooit meer gaat zien als je eenmaal gaat spelen. Maar een hele uitgebreide character customization optie. Ja, en inderdaad gewoon een loot game, zoals Nioh dat ook was, maar inderdaad ook een Diablo. En weet je, je gaat gewoon door. Dat mm-hmm. is dat principe van spelen. En dat is precies wat mij bij Nioh er zo introk. Weet je, het levelsysteem lijkt er ook op, want je hebt dan verschillende aspecten die je kan levelen. Je hebt wood, metal, fire, bla bla bla. Maar het heeft hetzelfde principe dat wat Nioh ook had, dat als je ergens punten in stopt, dan levelt dat bepaalde type wapens, die neemt mm-hmm. het mee. Dus je kijkt een beetje van, nou, ik vind deze wapentype stof. Dus daar pas je je leveling op aan. Het is niet zo van, ik ga naar level 1, 2, 3, 4. Nee, je kiest, geef je experience uit, om het maar even zo te noemen. De verschillende virtues. Mm-hmm. Dus je level gaat er wel mee omhoog. Maar wat er sterker wordt, verschilt. Hetzelfde geldt voor magic. Heb je dezelfde types. Dus je hebt wood, earth en bla bla bla. En zo bouw je je character op jouw manier. Is dat dan ook zo'n game dat jij zegt van, ik ga hem nog een keer opnieuw spelen met een heel ander type character? Nou, je kan er zelfs voor kiezen om armor sets te maken of battle sets. Dus je kunt gewoon verschillende verschillende soorten armors en mm-hmm. bijpassende wapens kun je gewoon vastzetten, als het ware. En als je merkt van, oh, deze vijand die trekt vuur heel slecht, dan kun je bijvoorbeeld van tevoren naar die betreffende battle set toe gaan. Ja. Hier battle preparation. Ja. En dan kun je dat gewoon dan selecteer je die armor set met dat wapen en dan kun je daarmee aan de slag, weet je wel. De magic spells zie je hier. Ja, yep. Magic spells ook inderdaad. Ja, je kunt ervoor, wat ik altijd gewoon doe is, in het begin, ik ben heel erg voor die fire gegaan. Dat is gewoon meer fysiek en je kunt dan ook je wapen, dat was je Nioh ook,
Elk wapen heeft ook de beschikking, en hetzelfde geldt voor armor. Die hebben een paar van die abilities, als het ware. Je kunt extra stone damage doen, extra fire damage. En je kunt bij de blacksmith kun je dat ook aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld, als een specifiek wapen wat heel erg bij je past. En dat heeft ook de A-grade op een gegeven moment. Dat dan weer aansluit bij jouw skills. Je wil, er zitten een paar aantal van die elementen in die niet helemaal er lekker bij passen. Dan ga jij gewoon vervolgens, dan haal je die eruit bij de blacksmith. En dan kun je die vervolgens, andere abilities toevoegen die beter aansluiten op jouw character, op jouw skillset. En dan kun je op een gegeven moment jouw absolute superman of supervrouw maken. Ja, en dat was in Nioh ook al behoorlijk diepgaand. Dat gaat hier nu ook weer de Nioh way lekker uitgebreid en diep. Kortom, gewoon als je echt wil sleutelen aan je character, je build, je weapon sets. Ja, weet je, daar is dit echt zo'n fijne game voor. Omdat het zo uitgebreid is. Er zit zoveel diepgang in. En ook net zoals met Nioh krijg je hier ook weer. Omdat het allemaal werkt met randomized loot. Maar ook met multipliers. Je gaat hier... en ik vind dat een goed iets. Je gaat hier hele overpowered trucjes krijgen. Van combineer deze spels met dit en dit en dit. Bouw je character zo op. En dan krijg je van als je voordat je een boss begint. En je bufft jezelf met dit. En je debufft hem met dat. En dan open je met die spel. En dan doe je dit. Weet je, dan noek je hem. In de eerste playthrough heb je dat niet. Dus het verpest ervaring niet. Maar ik vind dat des te verder je gaat in zo'n game. En des te dieper je gaat. Voor mij maakt dat het interessant. Want De sloth van Nioh ben ik nog niet tegengekomen, zeg maar. Maar dat is wat je daar echt had, weet je. Ik vind dat... weet je, character progression en het gevoel van sterker worden in een game... Als het zo'n type game is waarin dat kan... Dat is voor mij zo'n belangrijk onderdeel van de enjoyment. Als dat niet goed gedaan is... Weet je, een RPG waar je niet sterker in wordt, omdat alles perfect meescaled. Soms moet je teruggaan naar een eerder gebied en weet je, zien hoeveel sterker je bent gegroeid. Ja. Dat is voor mij onderdeel van de fun. Gaan we naar de plus en de minpunt. Of in ieder geval, jullie hadden bepaalde verwachtingen. Beta gespeeld. De demo is vorige week dan ook nog online geweest. Dus kun je er ook nog aan proeven. Skate heeft een preview versie mogen spelen. Zijn je verwachtingen uitgekomen? Overtroffen? Of toch nu met het uiteindelijke eindproduct dat je denkt van... Nou ja, het is een goede game, maar ik had misschien wat meer gehoopt. Wat is het geworden? Nou, in het voortraject en met alles wat ik heb gezien en gehoord van deze game... wist ik eigenlijk al precies wat ik ging krijgen. Een Nioh in een Chinese setting... En dat vond ik helemaal prima, omdat ik bedoel, het is ongeveer gelijk wat mij betreft. Vroeger ben ik opgegroeid met kung fu films, maar ook gewoon later ben ik gewoon Dynasty Warriors games heel erg gaan spelen. Ik hou van die Chinese setting. Ik hou net zoveel van die Chinese setting als van een Japanse setting, zeg maar. De Three Kingdoms era, fantastisch, weet je wel. Ook gewoon Total War, Three Kingdoms heb ik met veel liefde en plezier gespeeld. En deze, met al die karakteristieke namen en ook gewoon de Chinese martial arts in combinatie met de magic, de creatures die je weer tegenover je krijgt, waarbij het wel weer zo, en dan kom ik tegelijkertijd bij een beetje een minpuntje, dat is een beetje ook de kritiek die Nioh destijds kende, de rehash van vijanden. Gedurende de hele game komen er toch regelmatig vijanden terug, ja, die je al eerder gezien hebt. Wat tegelijkertijd wel heel tof is... Kijk, de eerste keer dat ik deze fucking silverback-achtige gorilla tegenkwam... was het echt een gruwelijke baas, bij wijze van spreken, waar ik heel veel moeite mee had. Later in de game zijn jouw wapens geupgraded, is jouw armor beter... en is deze guy... Heb je zijn nummer, weet je wel? Je weet hoe je hem moet bestrijden. Dus tegelijkertijd, ik snap, voor veel mensen is het een beetje een minpunt dat veel van dezelfde vijanden terugkomen. Aan de andere kant vind ik het ook wel tof om te zien van, hey, deze guy met wie ik zoveel problemen had in de eerste paar uur van de game, die neem ik een paar uur later of een paar dagen later, neem ik die flink te grazen met mijn geupleveld shit, weet je wel? Mm-hmm. Dus zoveel moeite had ik er uiteindelijk niet mee. Al hoop je dan natuurlijk wel van... nog meer variatie, nog meer variatie. Maar deze game is groot.
En er zitten heel veel verschillende vijanden tussen. Kleine, snelle vijanden. Grote, logge vijanden die heel krachtig zijn. Weet je, er is wat dat betreft meer dan genoeg te beleven. En het wordt zelden saai. Een ander minpunt dat ik een beetje had, was dat ik niet alle areas even tof vond. Met name, dat was op een gegeven moment, dat is een area die deed me ook heel erg denken aan een area in Nioh 2. Op het water met allemaal boten. Ik kan me nog herinneren dat ik in Nioh 2 volgens mij, dat er een area was met op water, dat je van boot naar boot sprong en dat je daar steeds gevechten aan ging. Die had je, dat, zo'n soortgelijk gebied had je hier ook. En ik vond het niet zo heel erg tof om te spelen. Daar staat daar wel weer tegenover dat er heel veel verschillende soorten areas zijn. Met heel veel verschillende soorten vijanden. Dus weet je, het zijn uiteindelijk een beetje futiliteiten die ik hier als kritiekpunten aandraag. Maar misschien heb jij nog wat dingen waar je meer mee zat, in je maag zat? Nou, eigenlijk niet. Ik bedoel, ik had hem al in mijn top 3 staan. Maar dan is het toch vaak nog zo'n verhaal dat als je eenmaal begint met spelen en je echt aan je eigen save game gaat werken, dat de waardering als een game goed is pas echt komt. En dat was voor mij nu ook met Wulong zo. Ik had er heel erg zin in. Maar ik was alsnog heel erg aangenaam verrast door hoe goed de gameplay gewoon is. Ik had er hoge verwachtingen van. Zijn absoluut waargemaakt. Mm-hmm. Ik deel jouw mening. Weet je, ik ben opgegroeid met Hongkong action en Chinese films en series. Dus die setting, die is mij heel vertrouwd. En daar voel ik heel veel bij. Dat is sowieso iets wat ik heel tof vind. En de game stelt verder totaal niet teleur. Het enige wat je kan zeggen als je iets van kritiek moet geven, en ik vind dat niet per se kritiek, want ik begrijp dus waarom dat gebeurt, is dat je ziet dat er heel veel, of je ziet wat er allemaal wordt gebruikt uit Nioh 1 en 2. Ja. Dus het is niet, Team Ninja heeft destijds Nioh 1 en 2 gemaakt en nu doen ze compleet, dit is een compleet nieuwe game. Zoals dat bijvoorbeeld, From Software komt straks met hun compleet nieuwe Mac game. Wat mensen niet kennen, dat gaat echt wat anders zijn. En dit is niet een compleet nieuw iets van Team Ninja. Mm-hmm. Weet je, dit. Ja. Het borduurt voort op. Dit is niet hun Armored Core. Dit is gewoon een duidelijke progressie van Nioh 1 en 2. Waarbij het een Chinese setting is. De levels wel wat groter zijn. Bij Nioh was dat nog wat meer dat arena gevoel waar je het over had. Maar dat waren ook de non-boss fights, maar gewoon de maps waren al iets meer arena. En nu is het wel wat meer, je legt de route af. En soms kom je naar een stukje lopen, kom je ergens boven en dan kijk je terug en dan zie je daar waar je eerder hebt gelopen. Dus het is absoluut groter. Maar verder, gewoon wel de juiste dingen vind ik geleend van Nioh. Mm-hmm. Dus in de context van dit soort games, ik ben super blij. Ja. Is dat niet teleur? Super positief dus, allebei. De game is volgens mij op alle platformen te krijgen. En Game Pass zelfs, day one. Nou ja, dat wilde ik dus even vragen. Het is niet dat ik hier nou per se reclame wil gaan maken van neem Game Pass. Maar het is natuurlijk wel, is dit nu een voorbeeld van als dit regelmatig, nou, laat ik het anders zeggen. Is het insane dat Team Ninja dit toegestaan heeft om op Game Pass te staan? Daar hebben ze vast wel iets voor gekregen. Dus zal geen goodwill of liefdadigheid zijn van hun kant. Awesome is het wel hoor. Het geeft veel mensen, want er zijn nog steeds heel veel mensen een beetje on the fence wat dit soort games betreft, weet je wel. Ja. Van ik vind het te intimiderend, het is me te moeilijk en dan wil ik het niet. Maar ja, Game Pass, als je dat dan toch al hebt, dat geeft je wel de mogelijkheid om toch eens een poging te wagen. Absoluut. Is dat dan de reden ervoor? Want er zitten geen, Zit er iets van in-game purchases, van customization? Nee. Want vaak kan dat een reden zijn van, oké, dan zet ik hem op Game Pass, dan gaan mensen hem uitproberen en wie weet gaan ze dan shit kopen. Smerige. Dus Xbox gewoon heeft gewoon een goede bak geld. Het geld neergeteld daarvoor, denk ik.
Maar en, dit is dus wel echt zo'n grote game op Game Pass voor jullie. Ja, absoluut. Ja, wat mij betreft wel. Groter wordt het niet voor mij. En je hebt hem op PC gespeeld? Ik heb hem op PlayStation 5 gespeeld. Oké. Okay. Ja, zou je hem het liefst dan op PC spelen of op de Series X? Ja, dat op zich maakt dat niet uit. Het is een game die je met controller wil spelen. Ja. Maar als jij want ik heb een PC, maar geen Xbox. De PC is ook mijn Xbox. Ja, ja, ja. Daarmee dek ik dat gat. Ja, ik zit heerlijk achter mijn PC. Mm-hmm. Tegelijkertijd ben ik blij dat ik hem op de PlayStation 5 heb gespeeld. Niet omdat het een PlayStation is. Het equivalent zou dus de Xbox Series X zijn. Omdat ik vind het wel lekker op de tv, op de bank met de controller. Nou, het kon zijn dat de PC dan net even de graphics. Als ik heel eerlijk ben, ik vind het een... maar dat is een beetje afstandig. Ik vind het niet een mooi... Dit zijn beelden van de PC preview game. Ik heb ook de afgelopen week voor een beetje vergelijkingsmateriaal... heb ik ook de PlayStation 5 versie opgestart. Ja. Ik merk wel... Ik verwacht dat die... Want die preview versie, die gaat echt nog wel een patch krijgen. Want daar waren een aantal dingen nog niet helemaal... zoals de full version op de PlayStation 5 het al wel had. Wat AI bijvoorbeeld betreft van medespelers en dat soort dingen, weet je wel. Dus ik denk dat daar nog wel met een patch... een lakje verf vernis overheen gaat en ook nog wel aan de AI gesleuteld is. Want het was een vrij vroege versie die ik had. Maar die was wel behoorlijk af, moet ik zeggen. De game ziet er beter uit dan dit, moet ik zeggen. Okay. Ik speel hem in 4K met HDR op een mooie OLED-tv. Mm-hmm. En ik was visueel aan het genieten. Het frame rate? Want dat is nou natuurlijk wel belangrijk, hè? Bij dit super soort solid. Op PC, op PC kan die de 120 aantikken als je prioritize frame rate doet. Maar volgens mij, weet je, je moet gewoon lekker 60 lekker aanhouden en dan is het helemaal prima. Ik heb ook inderdaad met, want je kan kiezen, dat zijn de twee opties dan, prioritize resolution of FPS. Altijd FPS, maar super solid op PlayStation 5 in ieder geval. Dat is wat ik heb getest. Ja, ik heb een paar, maar dat is denk ik dan toch de preview versie geweest. Een aantal areas dat er een soort van algehele slowdown intrad. Dat die frame rate wat omlaag ging. Maar ik vermoed dat dat gewoon allemaal bij de officiële release netjes weggewerkt zal zijn. Want... Ja, er komt sowieso een day one. Ja, daarom. Dus dat zal wel goed komen. Goed. Twee mensen die houden van het Souls-like genre en van Team Ninja duidelijk tevreden met hun nieuwste game. Is het een potentiële game of the year voor jou? Absoluut. Ja, ik bedoel, er gaat echt heel veel moois uitkomen. Maar dit is absoluut een hele grote kanshebber. Same. Nou ja. Nu mag je afsluiten, jij. Dat bedoel ik. Dan hoef ik eigenlijk ook helemaal niks meer te zeggen. Dan weet je wel dat het snor zit als je van dit soort games houdt.